De hele supersnelle auto die we dus net zagen, die is gecrashed. Ik weet ook niet wat er is gebeurd. Dit is Rauwkost. Hi, ik ben vandaag in Helmond en ik ben op de Automotive Week. En hier worden alle nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame auto's en auto's op zonne-energie geshowt. Ik heb de eer dat ik een rondje mag gaan rijden in de winnaar van de Solar Competition auto. Die is ontwikkeld door de Universiteit van Eindhoven. En dan gaan we een wereldrecord elektrische auto's proberen te verbreken. Nou, hartstikke spannend. Dus let's go. En dan? Ja! Nu mag jij deze vasthouden. Helemaal goed. Gaat het goed? Ja, leuk. Verkoopt u hem of is hij echt? Rijdt u er zelf ook op? Ja, dit is de enige die nu in Nederland is. Maar ik ben importeur van Nederland en België. Ah. Dus ik rijd er zelf op en ik verkoop ze. Hoeveel kost hij eigenlijk? Hij begint bij 23.000 euro. Nou, ik word over het algemeen niet heel snel warm of koud van auto's. Helemaal omdat er ook heel veel lelijke auto's hier zijn. Maar deze is heel erg mooi. Het is een auto waar er van 8 maar van gemaakt zijn op de aarde. Dit is een volledig elektrisch exemplaar van een sportauto van Mercedes. Dit is de laatste van die 8 auto's. Hoe bedoel je, de laatste die nog over is? Nee, niet de laatste die nog over is. De andere zijn wel allemaal gecrashed. Hoe gaat de deur dicht? Dit is de E1. Mag ik echt gaan staan? Ja. Oh, hij komt. Hij komt. Yeah. Er is net de hele supersnelle auto die we dus net zagen, waar we naar aan het kijken waren, die is gecrashed. Ik weet ook niet wat er is gebeurd. Ga je nog een keer racen? Nee? Hoezo niet? En de accu is leeg. Wat gebeurde er net eigenlijk? De remmen die functioneerden niet helemaal goed, dus de achterkant brak uit en dus het is net goed gegaan. Hi, Beatrix, ik ben Tende. Hoi, hoi. En we staan hier voor de Stella Lux, ja, toch? Klopt. En dit is de zonneauto van de Technische Universiteit Eindhoven. Ja, ja, wij zijn 22 studenten, we zijn een studententeam en wij hebben toen deze zonneauto gebouwd. Wat vet. En dit was in 2015? Ja, dat was in 2015. En waar is het nieuwe model? Het nieuwe model, ja, die staat nog bij ons op de computer eigenlijk. Die is nog niet nu gebouwd, dus we zijn nu aan het schuren en alles aan het doen. Mm-hmm. En dan hopen dat hij in juni helemaal af is. En in augustus gaan we dan vertrekken naar Australië voor de World Solar Challenge. Ja, deze heeft ook meegedaan aan de World Solar Challenge in 2015 in Australië. Echt dwars door het land rijden, 3000 kilometer. En ze is wereldkampioen geworden. Oh, dus dit is de huidige wereldkampioene. Oh, wat goed. Ja, zeker. En dat was een wedstrijd op snelheid of op... Het is een speciale klasse rijden wij in. Voor speciaal auto's, zonneauto's vanaf 2 personen. En wie rijdt er dan in? Onze drivers. Dus daar worden wel mensen, 4 mensen van het team voor gekozen die dan echt die tocht afleggen daar. Heel spannend. En wil niet echt iedereen dat gaan? Ja, iedereen wil dat natuurlijk. En denk je dat het mogelijk is dat ze binnenkort ook echt op de weg gaan rijden hier in Nederland? Of ja, dat hoop ik wel. Dus ze hebben al een kenteken. Okay. En we zijn als het goed is ook bezig om weer een echt kenteken te krijgen voor een nieuwe auto. En dan kunnen we gewoon de weg op en dan willen we gewoon toeren door heel het land. Want hoeveel kost het om zo'n auto te maken? Ja, het kost nu nog heel veel geld. Maar dat komt omdat er maar eentje wordt gemaakt. En we hebben heel veel partners nodig en er zijn ook nog onderzoekskosten. Dus het kost nu nog wel veel geld. Maar als het goed is in de toekomst, kan je dat wel goedkoper maken. Ik vraag me eigenlijk wel af of je ook een stukje mag meerijden. Of je een stukje mag meerijden? Ja. Vandaag is er een recordpoging voor elektrische auto's. Dus alle elektrische auto's zijn superveel. Iets van 600 gaan meerijden in een soort parade. Uh-huh. En wij rijden ook mee, dus je mag een stukje meerijden. Hoi, Hi. Matthijs. Tende. Hij gaat rijden, dus ga lekker zitten. Een soort van Back to the Future. Het is wel lekker van die. Je zit wel relaxed achterover, hè? Ja, hij is lekker. Wat lager dan een normale auto. Jij hebt ook de race gereden in Australië, toch? Klopt, ja. Ja, ik ben met deze auto in 2015 naar Australië geweest. Is dat een soort van Dakar-rally-achtig voor? Ja, dus het is een race van 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide. En daar doe je dus meerdere dagen over. Ja. Je rijdt dus overdag. En
s'nachts slaap je gewoon waar je op dat moment bent, langs de weg in tentjes. Het is natuurlijk super warm binnen in een auto. Ja, het wordt ongeveer tussen de 40 en 45 graden binnen. In Australië dan. Nou, je zou het misschien niet zeggen nu, maar we zijn een wereldrecord aan het verbreken op dit moment, toch? Ja, klopt. We proberen vandaag met zoveel mogelijk elektrische auto's achter elkaar te rijden. Dat record staat uit mijn hoofd gezegd op 577 auto's. Yay! We hebben een record gezet. Nou, ik ben helemaal blij met mijn nieuwe waggel. Ik ga meteen even naar de pin, dan ga ik hem betalen en dan kunnen we naar huis. Vonden jullie het een leuke video? Like dan Rauwkost en tot de volgende keer. Doeg! Meer zien? Ga naar npo3.nl/rauwkost.